Natasja, je werkt bij een slijterij in de Boogaard, in Rijswijk. Ja, om 12 uur s'nachts natuurlijk klinken we allemaal op het nieuwe jaar. En dan drinken we champagne. Ja. Niemand uitgezonderd bijna. En wat heb jij gedronken? Ik heb zelf de Pommery Brut Rosé gedronken. Best wel fruitig bubbeltje. Dus ja, daar heb ik mee gedaan. Heb je oudejaarsdag gewerkt ook? Ja, ik heb tot 7 uur gewerkt. Nou, zeg het even. Hoe druk was het? Het was hartstikke druk, maar dit keer hebben de mensen wel verstandig gedacht om verspreid aankopen te doen. Dus het was wel druk, maar minder tegelijkertijd. Dus... Maar net zoveel champagne verkocht als in 2020? We hebben dit jaar meer champagne verkocht. Meer? Ja, meer. We hebben meer klanten gehad. Ja, allereerst gelukkig nieuwjaar. Ja, u hetzelfde. Ja. Tenminste, beide. Ja. Ja. Heeft u oud en nieuw volgens geheel, volgens traditie gevierd? Nee, wij zijn gewoon thuis gebleven en met 2 personen. Lekker rustig, echt volgens de regels. Ja, volgens de regels. Dat vindt u belangrijk? Ja, vind ik wel, ja. Ja. We hebben allebei wel de moesten gehad. Maar toch ben je toch nog, dat je denkt van, is het nog wel veilig, weet je wel? Het zit er net in, dus. Gewoon thuis met z'n tweetjes. Ja, met de buurt in de Sparraam. Dilano. Ja. Jij hebt ongetwijfeld oud en nieuw gevierd. Tuurlijk. En hoe heb je dat gevierd? Gewoon, gewoon met familie. En knallen natuurlijk. Ja. Want je hebt wel om 12 uur lekker vuurwerk zeker. Afgestoken. Zeker. En wist je dat het officieel niet mocht? Ja. Maar? Daar hebben we allemaal scheet aan. Oké. Ja. Gewoon knallen die hand op. Nee, dit jaar is heel rustig geweest thuis en nou, heel fijn. Normaal doen we met vrienden, normaal is het heel groot feest, maar dit keer niet. Echt alleen met gezin gedaan. Ja. Ja, maar ook bevallen. Zeker, zeker. Ja. Vond het juist voor afwisseling voor ons was heel rustig en fijn. Ja, gewoon rustig. Rustig. Geen vuurwerk, geen oliebollen, niks. Nou, wel vuurwerk, maar geen oliebollen. Was zij? Hoe komt dat dan? Gewoon, het is een traditie en het is gestopt, dus er wordt er al een beetje onrust. Wordt het al niet meer gezellig. Ik alleen. Alleen? Ja, ik heb een nieuwe woning bij de Van Vredenburgerweg. En ja, met die coronatoestand, joh, ik wil dan liever maar in mijn eentje vieren. Want dan kan ik op een moment wel familie met kinderen uitnodigen, maar je weet nooit, hè? Nee. Ja, we hebben het altijd weer over goede voornemens, hè? Ja. Heeft u die nog? Nee. Ik heb geen goede voornemen. De enige goede voornemen is dat corona er eens een keertje verdwijnt, zeg maar. Ja. Dat we weer gewoon normaal kunnen leven, wat we altijd willen doen. En wat zijn die dat goede? Dat het goed mag gaan. Ja. Ik hoop dat we gauw na de 14 januari weg. En toch nog gezellig, zoals we als Nederlanders doen, het vuurwerk afgestoken? Nou, de kinderen hebben wel eens stiekem iets thuis volgens mij gedaan, maar dat is buiten ons toezicht gebeurd. Ja, en maar zelf hebben we dat niet. Voor de iets kleins gedaan, maar verder niet. Nee, helemaal aan regels gehouden. Hey, en het nieuwe jaar? Ja. Wat hoop jij nou? Want je hebt toch ook wel dromen of wensen dat je denkt van... Ik hoop dat ik ga doorbreken en ik hoop dat ik bekend word. En, waarmee? Vertel dat eens aan de kijkers. Waar wil jij mee doorbreken? Rapper eigenlijk. Hè? Rapper? Ja. Gewoon dat corona weggaat. Dat iedereen weer gewoon blij met elkaar kan zijn. Gewoon normaal buiten lopen. En dat er geen domme dingen gebeuren. Gewoon ook weer nieuwjaar vieren alles. Nee, ook niet. Nee. Ik ga gewoon mijn gangetje. En ik heb goede voornemens. Nou, stoppen met roken hoeft niet. Want dat heb ik 2 jaar geleden al gedaan. Toen ik het ziekenhuis inging. Toen ben ik gestopt met roken. En drinken heb ik 11 jaar geleden afgezworen, dus wat moet je nog voornemen dan? Ja, en wat moet er wel veranderen? Als u nu een oproep zou doen, bijvoorbeeld aan de mensen thuis, dat u zegt van, dit moet er in Nederland wel veranderen. Het kabinet moet wat vlug reageren als er wat actie ondernomen moet worden. Ja. En niet te lang wachten. Wat is uw grootste wens voor 2022, voor uzelf ook? Nou ja, gezondheid en... Ja. Dat het weer een beetje allemaal normaal wordt. Dat alle zaken weer open gaan. Want ik vind het ook schandalen dat de horeca dicht is. Die krijgen de grote klappen nu, hè? Ja, tuurlijk. Die mensen hebben toch niks? En dat mist u ook? U mist die dingen ook wel? Ja, kijk eens. Normaal ook gingen we hierheen en dan drinken we daar op de hoek een wijntje. En dan gaan we weer naar huis. Ja. Maar ja, dat is er niet. Nee.
Nee, het is een hele treurige toestand. Dat het goed mag gaan. Ja, het nieuwe jaar 2022. Ja, we hebben het al heel lang vaak over goede voornemens, wensen. Heeft u die ook? Zeker, ja. Lijstje met wensen is klaar. Zegt u maar. Wat zijn die wensen? Gezond blijven. Meer sporten. Gezond eten. En een paar persoonlijke dingen. Ja, en u? Nou ja, inderdaad, wat in het algemeen natuurlijk dat wat mij betreft de corona zou mooi zijn als die wat gaat verdwijnen in dit jaar al. En verder ook inderdaad voor gezondheid en geluk. Ja, wat vindt u ervan dat als mensen dan toch met z'n tienen of zo het vieren, zegt u dan, dat moeten ze zelf weten? Of zegt u, vindt niet verantwoord? Ja, maar wat is tegenwoordig wel verantwoord? Ja. Ik bedoel, als ouderen zijn, heb je toch helemaal niks meer? Alles is dicht. Albert Heijn en de huisarts is je uitje. Alleen inderdaad iets meer verdraagzaamheid of begrip voor elkaar, dat zou misschien wel beter zijn. Want je merkt wel een beetje toch dat de tegenstellingen toenemen. Hè? Wat zou beter zijn voor Nederland zou nog zijn, toch denk ik, meer dat idee van vrede op aarde. Meer begrip voor elkaar. Ik heb een kennis die stond vorige week in de rij. En die vertelde mij, die zei van, meneer, wilt u even wat afstand houden? Want hij is ook 76. Dus zei die man die achter hem stond, hij zegt, weet je wat jij moet hebben? Jij moet naar de dierenarts gaan, krijg een spuitje.